Hallo en welkom bij de tweede aflevering van Jaar van de Tuin, een programma over de Leidse tuinen. En of u nou een mooie tuin heeft, of een balkonnetje, of een bak aan uw vensterbank, of alleen een boomspiegel voor de deur, alles kan een mooie tuin zijn. Vorige week, in onze eerste aflevering, hebben we gepraat met wethouder Ashley North over het groen in Leiden. En over zijn eigen tuin en over het NK Tegelwippen, over de wedstrijd die wij hebben met andere steden om zo groen mogelijke steden te creëren en om met dat Nederlands kampioenschap tegelwippen alles bij elkaar door een paar tegels uit de grond te trekken en hele nieuwe Veluwe aan groen te creëren. Deze week gaat de hele aflevering over water. Water in de tuin. We gaan op bezoek bij ons eerste balkonnetje in onze vaste rubriek van tegeltuin naar tuin met tegel. We hebben het over groendaken en wij bezoeken dan ook iemand met die een tijdje terug een groen dak heeft gewonnen. En wij praten met een kikker-expert over kikkers, padden en salamanders en het dril wat zij achterlaten in de vijvers in onze tuinen. Zo, vorige week... lieve kijkers, zaten we hier met z'n drieën. Nu zit ik hier in mijn eentje en elke week zal een van ons drieën Jaar van de Tuin voor u presenteren. En u wil mij misschien wel wat beter leren kennen. En daarvoor heb ik een kort filmpje opgenomen. Hallo, ik ben Robert Volmer. En als ik niet Jaar van de Tuin aan het presenteren ben, dan ben ik paleobotanicus en werk ik hier in de Hortus Botanicus Leiden. En we staan hier in de tropische kas, in de hoge kas. En als u denkt aan een Hortus Botanicus, nou dan denkt u misschien wel juist aan het soort planten wat u hier om me heen ziet. Tropische planten, exotische planten. Planten die u nog nooit ergens gezien heeft, behalve hier. Die niet groeien in onze tuin, die niet groeien in onze huiskamer. Maar we hebben hier nog veel meer andere dingen. En hier in de buitenlucht. We lopen hier in de varentuin, nou, genoemd naar de hoeveelheid varens die er staan, maar daar staat zoals u ziet van alles. En daar groeien nog steeds heel veel planten, exotische planten die we hier naartoe hebben gehaald en die we hier met heel veel moeite en tijd opkweken. Het is eigenlijk alsof we nog steeds in de kas lopen. En ik ben heel erg dankbaar dat deze prachtige 400 jaar oude tuin mijn werkplek is en dat mensen hier kunnen komen om zo'n prachtige collectie aan bijzondere planten te kunnen zien. Maar hier buiten staat ook van alles wat u misschien wel van bij u thuis herkent. Achter mij, nou, er staan een paar interessante exoten. Er staat een palmboom en een mooi papierboompje die nu heerlijk staat te geuren. Maar hier vlak voor mij staat van alles aan bolplanten. Fritillaria's, keizerskronen, die staan hier en die heeft u misschien wel thuis staan. Tulpen en cyclamen en aconietjes en dingen die lekker makkelijk zijn die je in de grond gooit en die je dan kunt vergeten. Wij hebben hier aconietjes staan die er al meer dan 100 jaar staan te bloeien. Maar tussen al die planten, daar staan dingen die ik heel erg leuk vind. En dat zijn stoepplantjes. Stoepplantjes, die staan hier allemaal tussen. En ik zie hier van alles en nog wat. Hier staat kroontjeskruid en straatgras. Daar verderop, daar staan herderstasjes. En ik zie vroegeling en ik zie veldkers. En in zo'n verwilderd stukje als hier, waar we van ouds eigenlijk de boel zouden wieden, zien we van alles en nog wat staan. En dat zijn natuurlijk planten, ja, die hebben we hier niet geplant. Dat zijn gewoon Leidse stoepplantjes. En die komt u ook tegen op straat. En die zien we overal. En als ik iets graag wil bereiken, dan is het wel ervoor zorgen dat mensen meer oog krijgen voor die stoepplantjes. Want daar kan je heel veel plezier aan beleven. Zo, dus hier vanuit de Hortus en vanuit de studio in Leiden. En versterkt door al mijn kas- en tuincollega's en hun kennis, hoop ik u het komend jaar in ieder geval elke week te verwelkomen bij Jaar van de Tuin. Elke week hebben wij het over een makkelijke plant. Een plant die u in de tuin kunt gooien en dan vervolgens vergeten, want de rest doet u zelf. En tijdens deze aflevering over water hebben we het over wat vochtminnende makkelijke planten. En die vochtminnende makkelijke planten die hier voor me staan, planten die graag in de buurt van water staan, die staan hier en er staat hier een sleutelbloem en een dotterbloem en een fritillaria, maar twee bloemen daar wil ik het met u in het bijzonder over hebben. En de eerste is de narcis. En de narcis die komt in vele vormen. Ik heb hier twee mooie kweekvarianten in dit flesje.
De eerste, dat is de Rip Van Winkle. Een heel mooi, een beetje flarderig narcisje. En die zit al meer dan 100 jaar in cultuur. Dus deze cultivar, deze speciale vorm die door mensen is gekweekt, die wordt al meer dan 100 jaar verkocht. En het is een mooi, klein, laag narcisje. Zoals u ziet, het ziet er een beetje verscheurd uit. Daarom is Rip Van Winkle ook wel een mooie naam. En een vochtminnende plant die heel erg makkelijk groeit. Maar je ziet hem minder vaak dan het andere narcisje wat ik hier in het flesje heb staan. Dat is de Tête-à-tête. En de Tête-à-tête, nou die zie je overal staan. Dat mooie kleine lage narcisje, hij wordt helemaal niet hoog en hij groeit in mooie bosjes op deze manier. Daarom heet hij de Tête-à-tête, twee kopjes zo op één steeltje. Ook weer een heel erg vochtminnende plant. Helemaal niet zo'n oude kweekvariant, die bestaat misschien pas een jaar of 30. Maar hij is zo ontzettend populair, je kunt hem overal krijgen. Hij staat ook in de bermen, onderweg hier naar de studio. Daar ben ik vanochtend naartoe gefietst en daar zag ik ze overal staan. En ze zijn zo allemaal aanwezig dat ze in het kort in het kwekersvak de naam tetjes hebben. En dat is een plant, nou, die plant u aan. Het is een bolplant, hij komt ieder jaar terug en nou, u komt er nooit meer vanaf. Het tweede plantje is hier het zomerklokje. En het zomerklokje, dat is ongeveer hetzelfde verhaal als de narcis qua hoe makkelijk die is. Je plant hem en hij blijft ieder jaar terugkomen, maar hij is een stukje groter. Want bij het zomerklokje denkt u natuurlijk aan het sneeuwklokje. Het sneeuwklokje wordt ongeveer, nou, wat zal het zijn, 20, misschien 30 centimeter hoog. Zo'n zomerklokje die kan wel 50 centimeter hoog worden. Dus dat is een wat grotere plant. En ondanks dat die zomerklokje heet, bloeit die al in de lente. En de zomerklokjes, heel erg herkenbaar aan die mooie groene puntjes, die staan dit jaar nu al in bloei. Dat is wel heel erg vroeg. En dat zien we natuurlijk steeds meer, omdat het klimaat aan het veranderen is. Ze staan nu al her en der in bloei. Dus als u een beetje water in de tuin heeft, dan plant een paar bolletjes of plant een paar bloeiende bolletjes nabij het water en dan heeft u deze prachtige witte klokjes staan die ieder jaar weer terugkomen. En ik heb nog een leuke derde plant voor u en dat is de Fritillaria. In het Nederlands de kievitsbloem, maar in het Latijn de Fritillaria. En dat betekent dobbelbeker. Een dobbelbeker, zo is die genoemd vanwege dat mooie geruite patroon, dat dobbelpatroon wat hij op zijn blaadjes, op zijn bloemblaadjes heeft. En het is een plant, een bloem, die we niet zoveel meer tegenkomen in Nederland. Hij staat altijd echt vlak bij het water. En het is een ontzettend mooie plant. U ziet die prachtige bloempjes. Hij is heel erg leuk om aan te planten. En hij komt, net zoals die andere planten die ik net genoemd heb, ieder jaar weer terug. De Fritillaria, de kievitsbloem in het Nederlands. Vorige week waren wij op bezoek bij Koen en Marjolein, die hun tuin gaan vergroenen. En zij hadden het over hun bovenbuurvrouw, die een groen dak had gewonnen. Dus deze week gaan we op bezoek bij de bovenbuurvrouw en stellen we haar wat vragen over haar nieuwe groendak. Nou, we zijn bij Ingrid. Hoi. Hallo. We hadden al een beetje van je gehoord vorige week bij Koen en Marjolein. Dat zijn je benedenburen. Ja, klopt. En die vertelden dat jij eigenlijk de aanstichter bent geweest van hun groenplannen. Omdat jij hebt een groendak gewonnen vorig jaar. Ja, klopt. Vorig jaar was in Leiden het jaar van het dak. En daar was een prijsvraag. En de vraag was eigenlijk, wat zou Leiden met de daken moeten doen? En toen heb ik een podcast gemaakt over groene daken en over voorbeelden waarbij ziekenhuizen een groen dak hebben. En waarbij patiënten dan eten van het dak. Dus het is niet gewoon een groen dak met zeden, maar op die daken wordt dan groente verbouwd. Ja. Ja, precies, een soort dakakker, net als in Rotterdam is. En ik vond dat zo inspirerend. Toen ik dat zag, dus dat heb ik in de podcast gebruikt en als de idee voor Leiden gedaan. Ja. Dus, en toen won ik. Hartstikke dus, leuk. Het was ook echt een hele leuke podcast. Ik heb zelf alle inzendingen ook stiekem een beetje gevolgd. En ik vond hem van jou ook echt wel bovenuit springen. Dus ik ben sowieso blij dat in Groenoord-Zuid er een dak bij is. Hey, en hoe is dat verder gegaan? Duurt dat lang, zo'n aanwijzing? Door het jaar van het dak hadden ze het heel druk bij de groene daken mensen. Dus uiteindelijk is mijn dak begin december aangelegd. En dat gaat dan op zich wel heel snel. En bij mijn dak was een beetje het probleem dat er, nou niet echt een probleem, maar er lag heel veel grind op. En er zat ook al, lag ook best wel veel aarde en modder op. Dat moest er eerst af. Dus dat hebben ze er op een middag afgehaald. En toen zijn ze begonnen met al die laagjes. En
de volgende dag hebben ze het aangelegd. Dus eigenlijk was het heel snel, heel snel klaar. Ja, ja, wat goed. Ja, ja, want zo'n dak, tuin, groen dak is natuurlijk ja, ook een soort van tuin. We hebben het bij het jaar van de tuin vooral over achtertuinen, nou ja, balkonvergroeningen. Maar we moeten de dak natuurlijk ook niet vergeten. Dat is ook een mooie plek. En merk je al iets van de voordelen van een groen dak? Nou ja, dat is het rare. Van, het ligt boven op het dak, dus ik kan het eigenlijk niet zien. Ik heb foto's gezien, dus ik weet dat het erop ligt. Maar als ik naar boven kijk, dan zie ik gewoon het dak, maar ik kan niet op het dak kijken. Dus ik, ja, dus ik zie er eigenlijk niks van. En ik merk er ook nog niet zo heel veel van. Ik denk dat, het... nou, ik hoop eigenlijk dat het effect vooral in de zomer merkbaar is. Want boven zijn de slaapkamer en de werkkamer. En ik hoop, ja, ik hoop dat het... Daar wordt het in de zomer altijd heel erg warm. En ik hoop dat het nu komende zomer, als het warm wordt, daarboven iets koeler, ja, koeler blijft. Dus dat ik het dan echt ga merken. Maar nu, ja, merk ik eigenlijk niet zoveel van. Dus dat is ook wel een beetje jammer. En daarom heb ik ook op mijn dakterras boven de uitbouw van Koen en Marjolein. Dat ik denk, daar wil ik ook nog wel stukjes groen dak. Ja, snap ik. Dat zou wel mooi zijn. Gewoon een soort van ja, een klein groen weitje, zeg ja, maar. Ja, en dan van die, ja? Je hebt van die groene daken ook met zo'n mix van kruiden mixen. En dat lijkt me echt heel, heel leuk. Ja. Dus het heeft je wel geïnspireerd om gewoon je hele buitenomgeving, ja, zeker, te zeker. En nee, ja, wat ik ook wel heel belangrijk vind, is dat het gewoon... eigenlijk nog veel meer gestimuleerd wordt. En ook dat, nou, ik weet nu dat er ook plannen zijn, ook van bouwers, om het verplicht te maken bij, ook bij nieuwbouw, dat er natuurintensief gebouwd wordt, zodat ja, het verplicht wordt. Die bouwers willen het wel. Dat zou eigenlijk fantastisch zijn. Maar de opdrachtgevers die schrappen het vaak als eerste, omdat het dan nou, net iets extra kosten zijn. Maar als het verplicht wordt gemaakt bij nieuwbouw, ja, dat zou natuurlijk super zijn. Ja, dat zou echt een mooie ja, stap zijn. Ja. Dus, ja. En nu in ieder geval voor nu alvast een klein stukje Leiden vergroend. En hopelijk ja, in de zomer ook verkoeld. Zowel voor binnen als voor buiten. Dus nou, wie weet kunnen we van de zomer nog een keer bij je langskomen om te vragen hoe het bevalt. Ja, natuurlijk altijd. Okay. Dus, ja, en als het hier verandert, dan mogen die natuurlijk ook langskomen. Ja, we zijn natuurlijk lekker in de buurt vanwege Koen en Marjolein hun tuin. Dus dan komen we zeker even een kijkje nemen. Ja. Nou, hartstikke leuk. Dankjewel. Jij bedankt. Zo, nou dat was leuk. Dat was interessant. Die groene daken, nou, die zijn prachtig natuurlijk, want dat is zo goed voor, nou, voor onze stad en voor de wereld. Want het verkoelt de stad, het zorgt ervoor dat we meer water in de stad hebben. En die daken die zijn belangrijk en dat is ook precies waarom u er misschien subsidie voor kunt krijgen. Als u gaat naar de website van de gemeente, u wil zelf een groen dak, dat is een hele operatie, nou, dan kunt u daar misschien wel subsidie voor aanvragen. Dus ga zeker kijken. We geven u de link in beeld. En nou ja, we hopen dat u allemaal een groen dak gaat aanleggen. En die groene daken, nou, wat groeit daar dan allemaal precies op? Nou, tegenwoordig maken we wel hele diverse groen daken. Echt een akker op je dak. Maar een plant die toch wel heel erg veel voorkomt, dat is de muurpeper. De muurpeper, dat is een heel taai plantje. Kan tegen veel zon. En weinig water. En dat is precies waarom je het op een dak goed doet. En om je daar wat meer over te vertellen, ben ik hier. Misschien heeft u wel een vetplant in uw huiskamer staan. En als u dan denkt aan vetplanten, aan succulenten zoals we het noemen, dan denkt u misschien nou ja, juist aan kamerplanten en aan exotische planten. En planten die zich hebben aangepast aan de woestijn. Maar hier in Nederland hebben we ook een vetplantje van eigen bodem. En die staat hier voor me. Hier in de hortus staat het helemaal vol met allerlei interessante exotische planten. Maar hier in onze stoepplantjeskuipen, die hier belegd zijn met deze klinkers, hebben we plantjes groeien die hier in Nederland voorkomen, op straat. En de muurpeper die komt tussen de stenen vandaan en kan in een tapijtvorm ja, een heel stuk stoep overwoekeren, zoals die hier heeft gedaan. En omdat het een succulent is, zitten zijn blaadjes vol met water, die dikke blaadjes, vol met vocht. En daarom kan hij groeien op droge en zonnige plekken, omdat hij zijn eigen water met zich meebrengt. Dit plantje noemen wij in het Latijn sedum, maar in het Nederlands noemen we hem muurpeper. En dat laatste stuk, peper, nou dat heeft natuurlijk te maken met de smaak. Deze topjes, en eigenlijk het hele plantje, daar zit een scherp spulletje in. En dat kan je proeven. Nou, en je proeft het meteen. Het brandt gelijk. En het brandt ook echt zo 20 minuten na in je keel. Mensen schrikken er nog wel eens van. Maar dit plantje, de sedum, de muurpeper, nou, die kun je dus gewoon van straat plukken. En
ja, op brood doen, op een broodje kaas doen. Hier pluk ik hem, stop ik hem rechtstreeks in mijn mond, omdat ik weet dat er hier geen honden rondlopen. Maar als u hem dus van straat plukt, of zelfs uit de tuin, zou ik hem eerst even goed wassen voordat ik dat doe. En wat doet zo'n plant nou in Nederland? Want dat geslacht sedum, nou, dat komt hier van nature helemaal niet voor. En de reden dat we hem hier op straat tegenkomen, dat is omdat we hem hier naartoe geïmporteerd hebben. En niet als tuinplant, niet als kamerplant, maar als dakplant. Want wij hebben sedumdaken die helemaal vol worden geplant met deze plant, omdat hij zo goed water kan vasthouden. En dat is ook precies wat het plantje nou zo geschikt maakt voor groene daken, de sedumdaken. Wij hebben het deze aflevering over water in de tuin. En als we denken aan water, dan denken we natuurlijk in de eerste plaats gelijk aan een vijver. En wij hebben wat ingezonden foto's gekregen van beestjes die voorkomen in die vijvers. Kikkers en padden, dat is natuurlijk het eerste waar we aan denken. Hier zien we een kikker. En we hebben ook nog een foto van een pad. Hier. En dat roept natuurlijk onmiddellijk vragen bij u op. Wat is nou precies het verschil tussen een kikker en een pad? En als ze zich voortplanten, zien we het verschil tussen de eitjes. Waarom is het goed dat die beestjes in de vijver zitten? Want dat is het zeker. En om een paar vragen te beantwoorden, waaronder deze vragen, praten we met Tim van Wagensveld, een kikkerexpert die ons meer kan vertellen. We staan hier bij een mooie plas waar je normaal gesproken kikkers en padden kan zien. Het is nu nog een beetje koud, dus er is nog geen kikkerdril van bruine kikkers. Maar wat later in het seizoen kun je hier van die klompen vinden. Dat zijn dan van bruine kikkers. Of je kan een beetje lange sliertjes vinden. Dat zijn de eieren van gewone padden. En kikkers en padden, iedereen kent ze wel. Maar wat is nou precies het verschil? Kikkers zijn wat langgerekter, hebben een puntige snuit, langere poten en kunnen dus verder springen. En padden zijn wat ronder en wat dikker en hebben ook veel meer bultjes op hun huid. Daar zitten de gifklieren in. Daarmee verdedigen ze zich tegen slangen of katten of roofdieren. Als je dus een kikker of een pad in je tuin vindt en je raakt hem aan, dan moet je ook uitkijken dat je niet in je ogen gaat zitten. Want dat gif kan echt wel een beetje prikkelen. Dus als je een kikker of een pad aanraakt, dat is geen probleem, maar was daarna gewoon je handen. In de winter zitten de kikkers die zitten onder in de poeltjes. Dus als je een vijver in je tuin hebt, dan is het belangrijk dat die in ieder geval diep genoeg is, zodat hij niet helemaal dichtvriest. En als het echt hard vriest, dan moet je ook één keer even het ijs een beetje breken. Dus de kikkers zitten onder in de drek, maar de padden graven zich in de tuin. En voor padden is het dus wel goed om bijvoorbeeld een kapotte bloempot ergens in te graven een beetje. Of wat schuilplekken te maken waar ze dan in de winter in kunnen kruipen en zich een beetje in kunnen graven. Nou, kikkers en padden zijn heel nuttig om ook in de tuin te hebben. Want zeker als je een vijver hebt, dan vreten de kikkervisjes, die vreten de muggenlarven op. Maar de volwassenen kikkers en padden, die vreten weer allerlei insecten en ongewervelden, zoals met name heel veel slakken. Dus als je last hebt van slakken, dan zijn kikkers en padden echt wel je beste vriend. Voor onze vaste rubriek van tegeltuin naar tuin met tegel gaan we deze week naar ons eerste balkontuintje. Nou, hoi Connie. Hallo. We zijn vandaag bij jou voor je balkon. En we staan nu aan de voorkant, daar heb je ook balkonnig uitzicht. En nu gaat het om het andere balkon, hè? Ja, klopt. Oké. Okay. We doen even hier ons gesprek, omdat anders het verkeer van de lange gracht een beetje naar boven komt. De druk. Waarom heb je jouw balkon opgegeven? Ja, eigenlijk omdat ik bloemetjes, plantjes en wat groen op het balkon wil hebben. Maar ja, alles verdoort en verdroogt omdat de hele dag de zon heb. Dus het is een goed warm plekje? Ja, bloedheet. Oké. Okay. Ja. En we zagen ook al dat er een boom voor staat. Ja, Een plataan. Heb je daar dan nog een beetje schaduw van of valt het tegen? Nee, totaal niet. Oké. Okay. Nee. En wat zou je graag willen op je balkon?
ja, iets wat je kan houden gewoon. Lekker veel groen, ik hou daarvan. Ja. En gezellig en toch een beetje het idee dat je in een weilandje of ja, wat dan ook zit. Gewoon eigenlijk een achtertuintje op het balkon, zeg. Zoiets, ja. Ja, ja. En zou je dan ook nog iets van eetbaar groen leuk vinden? Weet je, tomaatjes? Oh ja, dat zou mijn zoon helemaal leuk vinden en mijn kleindochter ook. Mijn zoon is kok, dus die kan alles gebruiken. Wat goed. Moestuin op het balkon kan natuurlijk ook nog. Ja, ja. Oké, en maak je nu veel gebruik van het balkon? Zit je er veel? Ja, ja, in het voorjaar sowieso al, als de zon er is. Ja, kan ik daar zitten, dan is het iets van 24 graden al. Oké. Okay. Al is het buiten 17. Ja. Zo heet is het. Het is gewoon wel echt een tropisch plekje. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, ik heb alvast een vogelhuisje voor je meegenomen. Ah, super lief. Het is niet per se groen en een plant, maar het hoort natuurlijk toch een beetje bij een natuurlijke balkontuintje. Leuk. Dus dan kan je die alvast op gaan hangen. Nou, super bedankt. Of misschien dat je zo natuurlijk wil doen. Ja, leuk. En dan, dan gaan we dit jaar een beetje volgen hoe we jouw balkon kunnen vergroenen. Oké, top. En dan komen we binnenkort weer bij je terug. Nou, gezellig. Oké, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Zo, nou, dat was leuk. En ik ben benieuwd hoe dat in de toekomst zal gaan. Vogelhuisje is al een heel begin. We komen zeker terug bij dit balkonnetje om te zien hoe het staat met de zaken. En voor deze week hebben wij ook weer een kijkersvraag binnengekregen. En deze vraag gaat over water geven in een straattuintje. Ik ben Marieke. Ik woon in Groenoord-Zuid. En afgelopen jaar hebben we hele mooie boomspiegels gekregen. En nou vroeg ik me af, hoe kan ik nou handig die boomspiegel water geven? Want ik moet helemaal door mijn huis heen met een emmer of een gieter om het water hier te krijgen. Dat is een hele goede vraag. En om die vraag te beantwoorden, hebben wij even een navraag gedaan bij een expert die bezig is met een heel erg interessant project in haar eigen buurt. We hebben een kijkersvraag ontvangen van Marieke over hoe ze nou haar geveltuin en boomspiegel het beste water kan geven. En volgens mij heb jij daar een hele mooie oplossing voor. Ja, zeker. Ik heb een idee sowieso voor heel Leiden, maar ik ben begonnen bij mijn eigen huis. Want daar loopt een regenpijp naast mijn geveltuin. Dat is zo'n onlogische combinatie. Daar moet gewoon een regenton aan vast. Bedankt Anne. Een heel goed antwoord. Zo, lieve kijkers. Dat was hem weer voor deze week. Heeft u nog interessante foto's of filmpjes uit uw tuin? Heeft u vragen? Wilt u ook uw tuin gaan vergroenen? Of bedenkt u nog wat anders? Laat het ons alstublieft weten via jaarvandetuin@leiden.nl. En tot volgende week!